Hi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik neem jullie weer een weekje mee in de winkel. Met alles wat ik ga maken en doen. En ja, ik wens jullie heel veel kijkplezier. Ik heb gisteren al echt een werkdag erop zitten, want ik had een grote bedrijfsaankleding. Ik ga nu emmers vullen en ik heb al bloemen binnengekregen gisteren. Die ga ik in de winkel zetten en vanmiddag krijg ik ook nog weer een grote vracht met snijbloemen. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Ik heb heel veel pakketten om in te pakken voor DIY. Ik dacht een stuk of 25, dus die ga ik ook inpakken. En ja, allemaal leuke dingen maken voor de winkel. Zo, ik ga ondertussen bezig met een rouw arrangement. Dat hoort ook bij ons vak. Altijd heel dankbaar werk dat je dit mag maken. Dat is toch het laatste wat je voor iemand eigenlijk kan doen. Zo, ik wou vandaag heel veel voor jullie filmen, maar ik kom er gewoon echt niet aan toe. Maar ik kan jullie wel even laten zien wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb net ook weer bloemen binnengekregen, dus die ga ik daarna op water zetten. En nog bestellingen inpakken, maar ik heb al nog een rouwstuk gemaakt. Ik heb potten ingepoot. Ja, en natuurlijk gewoon winkelbloemwerk gemaakt. Maar ik laat jullie even de speciale dingen zien. Kijk wel. Hier word je toch blij van? Dan wordt er iemand echt heel blij gemaakt. Ik krijg hem niet eens helemaal op camera. Zo groot. 60 rozen. Rode rozen. Goedemorgen allemaal, het is ondertussen de volgende dag, woensdag. En ik ga eerst beginnen met een bestelling klaarmaken. Daarna ga ik de spullen buiten zetten. Ja, in de winkel klaarmaken voor de dag. En natuurlijk heel veel moois maken. Zo, deze is klaar. Echt super mooi. Vind je het ook leuk om zoiets te maken? Hier staat een video van online. Dus denk je van, ik wil je mee aan de slag. Ik zal hem hieronder even linken. Al een tijdje terug in de zomerse kleuren. Maar je kan hem natuurlijk in elke gewenste kleur maken. En wil je dit pakket bestellen? Dat kan ook. En dan kun je ook elke gewenste kleur aangeven. Dus ik zal hem hieronder even in de beschrijving zetten. En ik mocht ook deze corsages maken. Een speciale wens was de Anje. Echt super leuk. Die worden zo opgehaald. En ondertussen hebben we ook een grote schoonmaak. We hebben net de ramen al lekker gewassen. En dat gaan we nog doen. En ik heb heel veel ramen. En dit is nu het voorbeeld. En dan laat ik jullie straks zien wat ik allemaal ga doen. Nou, deze hangen al vast. Ik vind het echt leuk, die plantjes. En die touwen zijn natuurlijk ook echt fantastisch. En dan is het nu tijd om verder te gaan met de etalage. Ik ga alvast wat kerst aanbrengen en misschien wat lampjes, want dat vind ik toch al wel gezellig. Dus ik ga verder.
Oké, de plannen zijn toch gewijzigd. Dat was een herfstetalage met een beetje natuurtinten. Dus allemaal wat rustiger, mooie grassen, droogbloemen en dat soort dingen. En de kerst gaan we in de kast hier achter jullie doen. Dat laat ik jullie natuurlijk ook nog zien. Deze etalage is nou helemaal af. Goedemorgen, we zijn ondertussen een paar dagen verder. Het lukte me niet om overdag echt veel verder te komen met het veranderen van de winkel en de kerst in te doen. Dus ik ben gisteravond verder gegaan, alleen was het te donker om te filmen. Maar ik zal je nu vast het resultaat laten zien van wat ik nu heb gedaan. En er moet nog heel veel gebeuren, dus we gaan vandaag gewoon verder. Ik ga gewoon straks buiten zetten en de winkel klaarmaken. Heel veel nieuwe leuke dingen maken. En ja, tussendoor ook weer verder met de winkel verder versieren in de kerststemming. Dus dat is altijd leuk. Dit is het resultaat tot nu toe. We hebben de boom. En hier hebben we ook al leuke lampjes of sfeerlichtjes voor kerst. Amaryllisbollen. Er zit al een heel gezellig hoekje en er komt natuurlijk nog veel meer moois bij. En deze kast moet nog helemaal mooi gemaakt worden, maar we hebben al wel lampjes opgehangen. Alleen staan ze nog niet aan, dus dat ga ik zo even doen. En het leuke was, Sterre heeft me gisteren geholpen en die wou helemaal niet in bed. Die zegt, mama, ik wil nog een kerstman maken. Ze bedoelt dat ze nog een kerstboom wou versieren, dus dat was echt heel leuk. Ook gezellig en ja, leuk om natuurlijk wel met de kinderen te doen en het huis gezellig te maken en de winkel gezellig te maken. Dus ja, het heeft ook allemaal wel weer wat. We gaan gauw verder. Ik heb gisteren ook weer allemaal mooie planten binnengekregen. Zoals je ziet hier ook. Die ga ik er nog even inzetten. Zo, ik ga even een mooi herfstboeket maken. En dan werk ik hem af met een fascia rand. En dan heb ik een heel mooi structuurboeket met wat hoogte erin. Mooi herfst. Mooi. Ik hou ervan. Even inpakken. Ondertussen ben ik bezig met pakketten inpakken. Zo, ondertussen is het alweer bijna 6 uur en ik ga opruimen. Maar, maar ik moet er zo aan wennen dat het nu in één keer zo donker is. Vooral met oppakken en nu is het toch nog eens heel vies weer. Dus ja, ik moet er toch wel even aan wennen dat de klok verzet is. Maar goed, ik ga oppakken en dan is de dag alweer om. En ga ik nog even gauw bezorgen trouwens. Dan moet ik ook nog even doen. Ik zag dat ik de vlog nog niet had afgesloten, dus dat wil ik bij deze even doen. Het kan soms zijn dat de vlog rommelig is. Dat komt omdat ik niet altijd de hele dag kan filmen. Maar ik film waar ik kan en ik probeer een leuke vlogvideo van te maken. Dus willen jullie meer vlogs zien, laat dan hieronder in de beschrijving weten. En ja, dat vind ik ook alleen maar leuk. Ik vind het wel heel leuk om te doen, dus ja, vind je dat leuk, laat het me weten. En wie weet deel ik dan vaker een vlog. En ja, abonneer natuurlijk gratis en doe een duimpje omhoog. En dan zien we de volgende keer weer. Doeg!